Ik weet niet wat je aan het doen bent. En jij weer, kut opa. Respect voor je ouderen. Als jij nog één keer iets gaas doet, dan heb je een mes in je buik. Hey, wow, rustig aan. Oké, jij hebt nu een probleem. Oh, kut. Rennen. Kut, ik heb een probleem. Jee zocht jou. Wie zocht mij? Jee, ik heb. Jee, wacht, wat is er nou? Oké. Ik ben boos op jou. Hey joh! Hij heeft gewoon een pistool! Ik moet nu wel echt heel snel, ik moet Piet bellen. Hoeveel auto's? Hoeveel auto's? Zijn ze van die geïmporteerde auto's? Ja, ze hebben eentje waar vlammen op zitten, dat is zo'n lange, hij is wat ouder, er staan wat vlammen op gerept. En die andere die heeft een spoiler, die is wat... Een soort rallyauto. Ja, een soort rallyauto met een spoiler. Ja, wie gaat er met de Luma, wie gaat er met die andere auto van me? Dat zijn ze, ja daar heb je ze. Kut. Oké, Edo, achteruit gaan. Wij lopen snel. Tempo. Kom op. Kom op. Meelopen. Loop even mee. Door. Gaat even mee. Ik ga niet rennen. Nee, niemand zegt rennen. Oké, jongens, ga je gang. Ik doe wel jee. Hallo. Door de kop? Of ja, wat willen drie, door de kop. Twee, één. Hey, ga zitten. Zit er nu. Oh, en go. Oh mijn god. Oké. We moeten gaan. Oh, wat is dit? Wow. Wie heeft ons kapot geschoten? Jawel, stop aan. Maar Oké, jongens, we zitten achter in de kofferbak. En ik ben benieuwd, we gaan de gang opzoeken nu. De Chinese gang, Jerry. Oké, we zitten ook met Ido. Denk je dat? Met Rick zitten we. Hey, we zijn Samuel verloren, toch? Ja. Samuel zijn verloren, ja. De meeste is door zijn knieën geschoten, die kan denk ik zijn leven lang niet meer lopen. De meeste is bij ziekenhuis, hoor ik. Oh, kijk, dit is hem waarschijnlijk. Nee, daar heb je mees. Jongens, ja? Ik wil van mijn arrestatiebevel af. Ik wil maar vrij kunnen rondlopen. Weet jij wie jouw arrestatiebevel heeft opgehaald? Wat ga je doen dan? Ik denk dat ik me ga laten oppakken, maar niet zonder strijd. Je gaat je laten oppakken? Waar heb je het nou over? We gaan ze toch gewoon neerknallen, die andere gasten? Ja, maar die zijn met het vliegtuig vertrokken. Nou, dus, die twee boys hebben niet overleefd. Maar die twee zijn dood. Oh. Yeah. Ik zit dus te denken, ik denk dat ik dan niet zonder strijd, maar mezelf wel ga laten oppakken. Op wat voor manier? Yeah. Wat ga je doen? Ga je allemaal agenten inschieten? Nee. Wat dan? Eentje. Je gaat er eentje inschieten. Bjorn de Ruiter, ik weet niet of hij nog een dienst is. Hoezo wil je hem zo specifiek neerschieten? Omdat hij met dat arrestatiebevel terugkwam. Hij heeft mij er gewoon flink hard bijgenaaid. Hey, Sama leeft nog. Hey, hoezo, hij leeft nog? Oh, er zijn daar wel twee agenten, jongens. Zie ik nu. Ja, ik denk dat we even moeten peren. Even dus, gewoon weer. Iemand even weer in de kofferbak? Ja, dan moet iemand in de kofferbak, toch? Ja, nou, die pakt volgens mij gewoon even een auto. Die pakt een eigen auto, ga maar, joh. Die pakt zijn eigen auto, we kunnen. Nee, helemaal prima. Hey, ik vond het wel mooi net, hè. Zeg maar, door de chaos, dat er zoveel agenten waren, ben ik door een agent geholpen die zeg maar niet echt bewust was van de situatie. En die dacht dat ik dus een van de slachtoffers was. Dus die heeft me naar het ziekenhuis gebracht. Die zei, ik hoop dat je spoedig besteld. En toen zei hij, fijne dag, en liep hij weg. Dus ik stond echt zo van, fijne dag. Maar ik had vlak voordat ik mee werd genomen, had ik mijn machete had ik weggegooid. Dus hij ging me nog fouilleren, ik had niks bijzonders bij me. Dus hij zei, nou joh, fijne dag, ik hoop dat je spoedig gesteld. En ja joh, niks aan de hand, komt helemaal goed joh. We kunnen een complot doen dat ik ruzie met jullie krijg, zogenaamd. Kijk, en dan gaan zij dus straks denken dat door die ruzie die wij hebben, dat jullie mij willen aangeven, dat wij ver uit elkaar zijn gegroeid en dat we ruzie hebben. Maar dat is dan natuurlijk helemaal niet zo. En dan kan ik jullie gewoon off the radar helpen. Ik snap er niks van. Ik snap er ook niet van. Ja, maar wat wil je eruit halen? Die Chinezen die zijn er toch niet meer? Ja, maar die komen nog wel een keertje terug. Maar is het dan niet gewoon slimmer om het voor nu gewoon hierbij te laten? Ja, als jij van je arrestatiebevel af wil, dan moet je gewoon jezelf laten aanpakken. Tenminste, oppakken. Maar dat je dan bijvoorbeeld een andere keer zegt van dat we ze gewoon een tijdje in de gaten gaan houden. Ik denk dat het beste is als we dat hier niet bespreken, maar in het huis waar we sowieso al zaten. Ja. Hier staan we veel te open. Eens. We zijn hier echt van. Hey Mees, mag ik rijden? Zoveel is open. Deze wel wat sneller. Hey Mees, hoe is het? Supermarkt. Het is goed hoor. Ik heb het meest gekke wapen nog, man. Nee, ik heb het duurste wapen wat je kan krijgen. Ja, ik heb het heavy, ja. Hoe kom je daar? Ik heb nog niet van Eduard. Van Eduard. Ja, die Eduard. Dat is een grote crimineel. Ik weet niet hoe de fuck je erbij komt, maar hij is eigenlijk een grote crimineel. Hij komt aan zoveel wapens, joh. Hij gaf me net ook een wapen. Ik geef hem heel even terug, want ik wil niet echt even. Zo 1, 2, 3 de problemen dan weer raken. Gewoon uit second. Hebben we iedereen nou nu nog? Of? Nee, ik wil alleen Eduard spreken. Waar is Eduard? Waar jij even aan het praten? Heeft u een sleutel van de deur hier, meneer?
Ik kan je even wegblijven als je niet. Ja? Oh ja, sorry. Hey, wat is ik weet niet of iemand wil helpen met Bjorn omleggen, maar hij blijkt dus op een locatie te zijn. Dus, van wat? Hallo, rustig aan. De opdrachtgever om die Chinezen te vermoorden. Ja. Wij allemaal, hoezo? Ik allemaal geld wil zien. En waarom geld wil zien? Ik allemaal bijna broer verliest. Hij wil geld zien. Wat verliest? Omdat ik bijna broer verliest. Hij bijna, ja, maar bijna daar kunnen wij niks aan doen. Maar... Wel, hij moest helpen. Hij wilde zelf helpen, ja. Maar iedereen wilde deze opdracht doen, hè? Het is niet specifiek één persoon die het gestart heeft. Iemand is de opdrachtgever. Er is altijd eentje boven groep. En wat wil je met diegene doen? Okay. Ik kan even een praatje maken. Loop maar even mee. Maar jongens, ik ga die Bjorn omleggen. En dan ga ik... Ik ga wel met je mee. Jij gaat toekijken? Ik ga toekijken. Goed. Dit ga je niet alleen doen. Dat red je niet. Oh, je gaat mee? Absoluut. Top. Dan moet je wel achter ons aanrijden, denk ik. Hé, wat wil je doen? Je wil Bjorn de agent, wil jij een kogel door zijn kop jagen? Ja. Oké, prima. Ik wil meedoen, geef maar dat pistool. Dan doe ik gewoon gezellig met je mee. Ja? Dan gaan we samen de bak in. We're going down together, man. Maar waarom wil jij zo graag de bak in of zo? Ja, ik wil gewoon van dat arrestatiebevel af. Anders kan ik nooit ergens een keertje rustig staan en echt niks doen. Oké, nou weet je, ik heb het pistool. Oké, top. Laten we gaan. Oké, jongens, ik heb nu een pistool, dus nu wordt het serious business. We gaan Bjorn de agent zoeken en die gaat de kogel door zijn kop krijgen. Want Ido die wil van zijn arrestatiebevel af. Maar Bjorn die bevindt zich bij de villa. Oké, dat arrestatieverhaal heeft hij gekregen van Bjorn, dus daarom wil hij. Maar er zijn er niet meerdere agenten? Weet ik niet, dat wordt even aankijken. Waarschijnlijk niet meer. Om het feit dat er dus zoveel geschoten is, net eens opgelost daar in principe. Alles is daar weg. Alles is daar gewoon. Oké, dus dan gaan wij gewoon daarheen. Kijk, jij denkt dat Bjorn daar nog is of jij weet het zeker? Denk, als in ik heb wat aanleidingen gezien. Ja, oké, maar wil je hem verminken? Wil je hem dood? Wat is het? Weg, gewoon dood. Kijken, misschien... Ik denk dat ik hem daar doodschiet, slash misschien eerst in zijn been of zo. Ja. Even kijken, het zijn even aankijken, een improvisatieshow, dat is ook altijd leuk. Een improvisatieshow. Nou, oké, prima. Ik hoop dat het goed komt daar terug, want ze vroegen net op de opdrachtgever. Ik ben geen opdrachtgever, maar ik heb wel het hele scenario gestart. Maar wat was het probleem? Ja, Samuel heeft op het nippertje overleefd. Oh, daar gaan we geen heen. Ik wil niet gefouilleerd worden of zo. Ja, ik ben er klopt. Misschien dat ze hem kunnen vermoorden en nog weg kunnen komen. Dat is nog leuker. Dat is ook leuk, maar ja. Zullen we dat doen? Ja, dan moeten we het wel heel voorzichtig doen hoor. Niet zomaar erin gaan springen. De situatie. Zullen we de auto hier neerzetten? En dan gewoon hier naar boven klimmen? Zet die maar neer. Kijk, waar kunnen we klimmen? We klimmen naar boven. Hier kunnen we niet klimmen. Oké, jongens, we gaan de situatie even bekijken. Of hier nog de agenten zijn. Oké, jongens, daar gaan we. Het is zover. We zijn aan het testen. Ik ga even een masker op doen. Ik heb een gasmasker bij me. Zijn je met de jongens? Eén agent. Ja, is, locatie. Is dat de enige? Nee, het zijn nog twee. Ah, hij gaat nu weg, die ene. Die ene gaat nu weg. Ik zou niet te lang wachten. Hij gaat waarschijnlijk door hebben. Ja, we moeten gaan. We moeten gewoon gaan. Is dit Eduard die ik nu volg? Ja, hier de. Oké. Ik ga wel gewoon praten tegen. Gaan we mee? Ja, ik ga wel mee. Blijven jullie maar achter. Jullie willen hier niet in. Hij gaat voor de ultimate gevangenisstraf, dus ik zou hier niet meegaan. Hij stapt in zijn auto, hij rijdt weg. Oké, jongens, we zijn bij de locatie zoals ik net al zei. We gaan kijken of Bjorn er nog is. We denken van niet. Maar de tentjes staan nog waar ik onder lag. Oké. Hij is weg. Kut. Welke kant rijdt hij op? Hou hem bij. Op de motor. Wie zit op de motor? Die moet hem bijhouden. De motor moet hem bijhouden. Stop hem. Ga ervoor staan. Ga er daarvoor staan of crash ernaast of zo. Of doe iets. Zorg dat er dat hij stopt. Is dat namelijk Bjorn? Was dat Bjorn? Ja. Oké, top. Die moeten we hebben. Oké, ze gaan hem tegenhouden. Is hij open? Ik hoop het. Ja, hij is open. Ja, top. Stap in. Let's go. Ik wil die Bjorn zo graag omleggen. Ja, hoezo? Ja, hij is degene die de dinges op jou gezet heeft, toch? Ja, ik weet niet of hij daadwerkelijk het arrestatiebevel op mij heeft gezet. Maar die staat dus al hele tijd open. En eigenlijk was iedereen ervan vergeten. Moet hij die snelweg op. Verder door. Ja, oké, dan naar links. Hij gaat naar het hoofdbureau. Kut. Daar moet hij zeker niet heen. Daar kunnen we hem niet meer pakken. Uitstappen? Ik weet precies waar we heen moeten rijden. Ik weet precies. Gaan we hem dan gewoon echt op de snelweg knallen? Ik denk het. Ik weet niet waar hij nu is. Staan jullie op de snelweg? Oh mijn god. Staan ze stil? Hij mag ook geen noodknop of zo indrukken, hè? Dat mag absoluut niet. Ze rijden bij het hoofdbureau. Ja, daar zijn wij nu ook bijna op de snelweg. Oké, moet stil zijn, jongens. Kijk, hier hebben we de gang. Dat is de gang. Oké, we moeten kijken of dit agent is. Hij staat bij het hoofdbureau. Hier kunnen we hem absoluut niet neerknallen. Dit is een beetje te riskant om hem hier door zijn kop te knallen. Hij zit niet alleen, hij zit met een collega, zit hij zelfs. Maar hij zit met een collega aan al, hè? Het kan zijn dat hij uit dienst gaat, jongens. Dus wat hij keert om. Wij staan vlak om de hoek, maar dat biedt de gelegenheid voor ons om dan... Hij rijdt naar buiten. Oké, wat is het plan nu?
Hou hem even up to date. Er zijn twee auto's. Ik ga een achtervolging laten starten. Meerdere Edo niet doen. Kijk hoeveel ze zijn. Kijk hoeveel ze zijn. Niks doen nu. Ze gaan achter hun aan. Perfect. Kut, maar kijk hoeveel er ook zijn. Oh, wat doe je? Oh, dat valt toch op. Dit de macht, of ja, niet? Ja, maakt niet uit. Waarom? Weet je hoe snel die auto is die achter ons aangaat? Ja, weet je hoe snel deze auto is? Ja, oké, okay, maar alsnog. Oh, mijn god. Dus we gaan nu achter die... Rijdt die achter ons aan? Ja, ik weet het niet. Ze volgt ons sowieso. En we rijden nu ook achter hun aan, achter die agenten. Ja, we moeten die Touran hebben. Daar zit Bjorn in. In die Touran. Deze Touran hier voor ons. Of die daarvoor. Het zijn meerdere. Het zijn meerdere Tourans. Hij is richting het strand gegaan, zeggen ze. Bjorn zou mogelijk richting het strand zijn gegaan. Hoezo? Hij is uit dienst. Uit dienst? Ja. En die politie, maar wat gebeurt er met de gang? Moeten we de gang niet helpen nu? Wij zijn nu bijna bij de mask shop ergens daar. Hij zou daar ergens rondlopen. Uit dienst? Ga even een signalement opvragen. Hij is buiten dienst, zei je toch? Nou, hij blijkt dus wel in dienst te zijn. Hoezo zou hij op de boulevard rijden? Ja, weet ik niet. Ga ze naar links nu? Ja, ik weet niet. Hier. Stap uit en zoek de locatie, de situatie door. De locatie. Wacht, is het. Hold on. Oké, jongens, we zijn bij de mask shop. Hier zou mogelijk die Bjorn zijn. Kijk op, rennen. Kijk jongens, die Bjorn zou hier zijn, we gaan hem pakken. We gaan hem gewoon... Meneer de agent! Nee! Ah, kutzooi. Ik wilde wat aan hem vragen. Ik word al geschoten. Oh mijn god, wat gebeurt er? Edo ging helemaal los volgens mij. Edo is helemaal los gegaan. Jongens, oké, de actie is begonnen. Oh mijn god. Ze zijn aan het schieten. Kogels zijn gelost. Edo moet geholpen worden. De auto staat hier stil. Waarschijnlijk heeft hij een paar kogels erop gelost. Oké, kijken. Oh, kut. De agent is dood. Fuck. Ik moet weg. Oh, waarom wist ik dat niet? Dit meen je. Ze moeten me op komen halen. Kom alsjeblieft halen. Hier. Max. Ja, stap in. Waarom zei je niet dat je ging schieten, joh? Gek. Dat is hem. Je hebt hem vermoord. Ja, hij is weg. Ja, ik had het allemaal niet gezien, joh. Ik heb allemaal niks gezien. Auto geschaafd. Oké, wat gaan we nu doen? We moeten heel subtiel hier weg zien te komen. Er zijn heel veel eenheden onderweg. Ja, dat geloof ik. Als een agent overgeschoten. Ik was aan het rondrennen. Ik rende achter hem aan. En in één keer ook... Ja, hij stapte in zijn auto. Oh mijn god, en toen schoot je hem helemaal kapot, joh. Gek. Maar, oh kijk. Die Amarokje ging veel start. Ja, die heeft je gespot. Die ging veel start. Die gaat je volgen. We hebben een stopteken. Wat gek. Ze gaan wel voorzichtig doen, hoor. Maar ze gaan zomaar, je hebt kans dat er meerdere komen. Wat doen we? Hallo. Hey. Goeiedag. Zou je al even uit kunnen stappen? Ja, tuurlijk. Nee. Althans. Nee. Blijkbaar niet. Okay. Wat is de reden dat je me staande houdt? U reed nogal extreem hard. Maar waarom benadert u met die vesten aan? Dat vind ik een beetje raar. Nou, dat heeft andere redenen, meneer. Maar dat gaat u op dit moment niks aan. Dat heeft niks met mij te maken. Op dit moment niet, nee. Ik weet niet eens wie u bent. Kijk, die andere meneer toevallig wel. Die zijn stem herken ik een beetje. Is dat een goed of slecht iets? Maar waarom benader je zo voorzichtig dan? Vind ik een beetje raar. Ik rij gewoon te hard. Er is meer aan de hand, ik voel het. Ik ken hoe de politie werkt en jij benadert heel voorzichtig. Zo werkt het. Waarom komt er ook nog een eenheid bij? Nou, we willen u gewoon graag even controleren. Hey collega, je moet reageren op je port. Ja, even inderdaad controleren, omdat ik te hard rijd. En daarvoor moet je een... Ja, u rijdt best hard. Zelfs een officier van dienst. Nou, ik geloof u dus echt de ballen van. Er is hier meer aan de hand. Meneer, ik vraag gewoon even of u uit wilt. En ik hoor sirenes, dag! Oh god. Ja, die waren niet voor ons overigens. Die zijn de andere kant op gegaan, joh, idioot. Oh, wat? Ja, die kwamen niet voor ons. Nu hebben we echt een probleem, omdat je weg gaat rijden. Wat wil je doen? Wil je neerknallen? Wat wil je een schietpartijtje van maken? Zeg het maar. Maak er iets van. Oké, nou, we gaan de dingen shoppen. We zitten in de achtervolging. Ja. Ik wilde al lang uitstappen, joh, maar jij denkt, nee. Oké, ze volgen ons nog. Het zijn er maar twee, dat scheelt. Oh, je hebt... Oh, pas op met dat driften. Oh, voor ons. Nee, dat is geen agent. Gelukkig. Dat was geen agent. Oké, doorrijden. Waar gaan we heen? We moeten even een locatietje hebben. We moeten hier weg zien te komen. Waar gaan we meeten, jongens? Je krijgt een locatie. Ik krijg een locatie. Oh, fucking hell. Die politie, jongen. Zitten met drie auto's achter ons aan. Drie zijn het er, hè? We moeten richting de vuilnisbaan. Ja, maar met drie agenten achter ons aan. Moeten we nu dan even iets meer open. Ik wil zeggen, wat gaat er dan gebeuren? Dat we daar aankomen, leuk al die agenten erin brengen? Nou, we moeten echt even van die agenten af. Ja, we moeten vast afkomen. Rijden. Max? Zeg dat ze hem even opnieuw moeten sturen, want ik heb geen berichtje. Je moet even een paar keer sturen. En wij moeten een autoswitch maken, want deze is ook niet meer helemaal... Ja, goed idee. Jij bent een ervaren autolief, toch? Ja, denk het. Want... Nee. Oh. Politie! Je bent echt een idioot. Gassen. Je bent echt een idioot dat we hier stilstaan.
Dat je het niet door had. Oh, banden worden gesloten. Gasten, ja, gelost. Kut. Is klaar. Wow. Wacht, die blauwe. Oké, kut. Kut, Edoni zijn er los. Ik geef me over! Ik geef me over! Hoezo, je geeft je over? Hallo? Hey, hoezo, jij geeft je over? Wat is dit? Hey, geef ze over. Geef je over! Hij geeft ze over. Ik heb dat wapen laten vallen, dat ligt daar. Hier, dat wapen ligt hier. Ja, jongens, ik heb niet zoveel keuze, ik moet me ook overgeven. Hoezo geef je... Hij geeft zich over, jongens. Ja, dit is wel echt een nice. Ik ben echt fucked. Ik ben gewoon gestrest. Oh, ik ben de klos, jongens. Nu ben ik de klos. Hier ga ik lang voor de zaal in. Omdraaien, achteruit lopen. Tot ik stop. Hier ga ik lang voor de zaal in. Nee, je kan niet achteruit lopen. Dan val ik. Achteruit lopen. Niet op hem schieten. Zeg toch, ik kan niet achteruit lopen. Okay. Ik kan alleen vooruit. Jongens, ik heb geen keuze. Ik moet me ook maar overgeven. Ja. Dit gaat helemaal fout. Ik kan schieten, maar dat ga ik niet doen. Ik heb pistool op me gericht. Ik moet me ook overgeven. Dit is klaar. Keuze is er niet. Hey, pas op dat je niet in mijn linie komt. Hij geeft zich over, zei hij, maar toch weer niet. Hij pakt zijn wapen. Ja, wij zijn de klos. Wij zijn absoluut zeer zeker de klos. Er zijn nog meer mensen daar in de verte. Hoe gaat het eindigen? Oh jongens, ik vind het veel te eng. Hoe zit het met die andere gast nog achter die blauwe auto? Met die blauwe auto. Oké, ik heb even een waarschuwingsschot gedaan. Ik ga hem ook bij schieten. Nee, niet doen. Dat gaan we niet doen. Witte auto. De witte auto. Rustig aan. Mijn wapen. Rustig. Oh, hey, rustig! Rustig! Witte. Oh! Ah, ja. Oké, kijk, ik ben geraakt. Waar blijft die politie? Die DSI? Ja, we moeten hier weg. Kunnen we deze pakken? Wij moeten hier weg. Stap in, Max. Dat kan niet. Andere, die Hummer daar aan de overkant? Ja, kom, rennen. Oh, rennen, snel. Wij gaan vluchten. Rennen. Go. Naar die makkan. Ja, deze kan. Oh, instappen. Ga. Ik ga hem doen. Go, rijden! Oh, we moeten hier weg. Blijf bukken. Gaan, bukken. Hou je hoofd omlaag. Hou je hoofd omlaag, jongens. Oh, ga nu. Ja, wat moeten we nu doen? Ik wil weg. Dat die DSI komt. Nee, ik wil weg. Ik wil hier niet meer bij betrokken zijn. Ik heb mijn gun op zak. Ik wel. Ik ben klaar. Nee, dan ben je... Ik ben klaar met mijn arrestatie. Dan ben je on your own. Je bent een gek, hè? Oh, ze misschien is bijna leeg. Laat me dan gaan. Ja, stap er maar uit. Zoek het uit. Jezus, wat een gast. Dit ga ik niet opletten. Nee, ik ben er ook klaar. Wij staan daar. We hebben de aandacht. We staan daar op het punt om ze neer te schieten. Weet je wat hij doet? Nee. Hij zegt, ik geef me over, doet zijn handen omhoog, gooit zijn gun weg. Sta ik daar met mijn eentje met die gun. Ik ben wel geraakt, ik moet echt langs het ziekenhuis. Ja. Ik ben wel echt geraakt. Ik ben weer in mijn fucking schouder of zo geraakt. Oké, okay, ik probeer zo ver mogelijk te komen. Oh, wat erg dit. Ik heb die gun, die wil ik ook niet meer hebben. Bro, what the fuck, ouwe. Oh. Hey, wat is dit? Zal ik je zelf vertellen? Nou? Ik ben letterlijk vandaag voor het eerst mijn gun gebruikt. Ik had 100 kogels, ja? Ik heb er nu nog 60. Gast, je hebt gewoon 40 kogels. Ik heb net ook een paar kogels gehad. Ik weet niet of ik iets geraakt heb, maar... Jezus. Ik heb hem gekocht, hè. Jezus. Jij hebt hem gekocht. Ja, ik kreeg hem even van Eduard. Ik weet niet waar hij zit. Die trekt hem uit zijn kont of zo, joh, die wapens. Ja, joh, what the fuck. Klopt niks van. Ik snapte er niks van, maar jezus, hé. Hij gaat ervoor, die Eduard. Ja, maar zoek het dan maar uit. Hey, ja. We moeten verder fietsen huren of zo. Nee. Ik zet hem hier in een rode garage. Er zit hier vast wel een auto. Ja, prima. Hey jongens, we rennen even richting de garage. Ik moet echt weg. Ik moet omkleden. Ik ben met mijn schouder geraakt. Ik kan mijn arm amper bewegen. Ik moet hier echt gone. Maar ik ben klaar met deze situatie. Ik hoef hier niet meer mee te betrokken zijn. Dit was te erg voor mij. Dit was echt net iets te veel. Dit was echt even net iets te veel voor mij. Holy shit. Ik kwam echt in een situatie terecht. Ik dacht, ik ben klaar. Ik moet mijn handen omhoog doen. Hey, maar ik heb dat pistool. Kan ik die aan jou geven? Ik heb, ja, wat voor gun heb je? Ja, het is even heftig hoor, dit. Het is niet zeg maar een Volkswagen die ik op zak heb. Nee, dan kan je hem aan mij geven. Oké, ik geef hem even. Ik zet hem even hier neer, dan mag je hem hebben. Ik hoef dit niet meer bij me te hebben. Ik ben helemaal klaar mee met dat pistool. Ja. Komt ie hoor. Het is even een mooiertje hoor. Dit is een mooiertje dit. Oh bro. Het is een mooiertje dit. Ik weet niet wat je ermee moet doen. Ja, ik ook niet. Dat komt. Ik denk dat je Eduard, als je hem ooit nog spreekt, als hij dit overleeft. Ik denk dat hij dit niet helaas gaat overleven. Dat dit het laatste is. Maar hij was gek. Ik weet niet wat hij nou hier zocht. Is Piet dood? Nee. Piet, what the fuck? Is Piet dood? Piet is niet dood, meen je niet. Piet is dood.
Nee, is hij dood of is hij gewond? Ja, volgens mij is hij echt dood. Oh, dat meen je niet. Nee, hij niet Piet. Hij wou niet instappen, hij bleef maar schieten. Oh, wat erg. Piet is dood. Nee, dat meen je niet, jongens. Niet Piet. Oh, wat erg. Wat erg als Piet dood is. Dat kan ik echt niet hebben. Piet, dat is gewoon een goede gast. Die mag niet dood. Ja, kijk, ik ben mijn arm geraakt. Zie je? Het is mijn linkerarm. Ik ben met mijn linkerarm geraakt. Daar lag de kogel. Piet is neer. Echt gewond. Echt, is hij... Zeg maar dat er nog iets van leven in zit. Ik weet het echt niet. Hij is neergeschoten door de politie en ze hebben hem achtergelaten. Want ze stonden met de auto te wachten. Ze stonden met de auto te wachten op hem. Maar ze hebben... Tenminste, hij is gewoon... Gast? Hij wou niet instappen. Als Eduardo dit... Of Eduard, wat heet hij? Eduard dit overleeft, dan is hij de klos, hoor. Dit komt door hem. Ja, dit is echt zijn situatie. Ja, ik ging ermee op in, niet wetend wat er ging... Ik zat bij hem in de auto, ik heb niet zelf kunnen beslissen wat er gedaan werd. Ja, precies. En ik had ook verwacht dat hij een heel plan had klaarzetten. Ja, zoiets weet ik veel. Bjorn wilde die uitschakelen. Ik ging er wel mee op in. Ik denk, leuk, nou, we gaan... dit is het, weet je. Ja, we gaan misschien nog wat leuks doen, maar dit... Oh, mijn god, we waren omsingeld. Het was dat... Wie kwamen er ons helpen? Jij kwam helpen. Ik kwam helpen. Ik zat in die Cayenne. Ja, wie kwam er nog meer? Wie kwam er meer helpen? Ja. Jordi en Mees zaten erbij, maar ik kon niet instappen. Dus hoe is het met Jordi en Mees? Ja, die zijn, weg, zijn ook weg. Die zijn wel weg. Kunnen we niet naar het ganghuis waar we vorige keer ook waren, na afloop, als dingen vermoord hebben en zo? Ja, dat kan. Is dat een goeie? Is dat een plek die je politie kent? Nee. Oh mijn god, jongens, we gaan snel naar binnen. Dit is mooi, ik vind het helemaal top. We gaan even nabespreken met die mensen. Piet is volgens mij dood. Meen je niet dat Piet dood is? Dat vind ik heel kut. Dat zou ik echt niet chill vinden. Hoe is het nou met de familie? Oh ja, zeg maar na het bellen. Wat is er, Mason? Ik weet nu niet waar ik ben, man. Ik ben een beetje, we zijn nog een beetje weg aan het vluchten. We hebben net een agent neergeknapt. Kalebats? Lange Bart? Oh, Lange Baard. Nee, die is weg, man. Lange Baard, die is er. Ik ben de Lange Baard. Die heb ik net afgedropt. Die wou er niks meer mee te maken hebben. Die is weg. Oké, dat is een probleem. Dat is een probleem. Jij wil nog met hem praten. Wie wil met hem praten? Pieter. Hij heeft het over mij. Hij heeft het over Kalebats, Lange Baard, hoezo, ben ik. Ik ben de Kalebats. Met die baard spreken dan? Ja, maar welke met die baard? Want diegene met die hele lange baard heeft hier niks mee te maken. Ja, maar hij heeft er niks mee te maken. Het was die Eduard of zo, Eduard. Er is iets gaande. Hé, maar ik moet er echt even vandoor, man. Ik kan ik je een andere keer even terugbellen? Oké. Wat is het probleem? Ik ben de kale bad met lange baard. Ja. Ik heb gezegd dat je weg bent. Mason Hunt, die beelden. Ja? Hij, even kijken. Hij wil eigenlijk jou en Eduard pakken. Hoezo? Omdat hij denkt dat jij als organisator was. Ik heb voor gezegd, wat? Ja, dat jij zeg maar dit bedacht hebt samen met hem. Ja? Ik heb gezegd, nou, hij heeft hier niks mee te maken. Hij vroeg ook waar je was. Ik zeg, nou, ik heb hem ergens afgedropt. Hij wou hier niks meer mee te maken hebben. Het ging van voor hem allemaal veel te ver. Hij zegt, ik heb hem ergens neergedropt. En... Maar ze weten niet dat wij hier zijn, toch? Nee. Oké, ze weten niet dat wij hier zijn. Dus zij zoeken mij nu. Dus ik zou een beetje uitkijken voor de familie Hunt. Familie Hunt, oh dat meen je niet. Heb ik nu problemen met Hunt? Ik wist niet eens, voor mijn gevoel hoeft die hele Hunt niet eens bij te betrokken zijn, weet je? En dan... Nee, ja, Hunt, die broer, laat maar zeggen, die Samuel, die wou heel graag meedoen. Ja. Maar die Eduard is helemaal gek. Ja, die is helemaal gek, die vroeg of je mee mocht doen, maar die is helemaal de weg kwijt, joh. Ik vraag me af of ik heb alles bij hem geblamed. Ja, dat kunnen we beter ook doen. Nou, het ergste nog, wij zaten achter die auto. Hij had echt een ziek wapen, joh, een auto is dat, hè? Gewoon een Uzi of zo had hij. Ja. En dan gooit hij hem weg en dan geeft hij zich over. Ja, hij wou zich op een spectaculaire manier overgeven. Nou, ja, maar dit is, ik denk... Wij zeiden in een oortje, moeten we je komen helpen? Zegt hij positief. Nou, we schieten iedereen los, gooit je zijn gun neer. Wat een gast. Hé, ik denk dat ik dan er vandoor ga. Ja, van dat is goed dan. Ik denk dat ik even rustig aan nu moet doen, de aankomende tijd. Ja, ik zal een beetje low gaan liggen. Ja, ik ga inderdaad wel even low doen. Hé, dank je dat je me echt even hebt kunnen redden. Ik had het echt niet overleefd, denk ik, als jij er nog was. Ja, no worries, man. Hey, zo, morgen. Zie ik je volgende week, man. Ja, komt helemaal goed. Yes. Doei. Oké, jongens, volgende week gaat er inderdaad wat speciaals gebeuren. Volgende week komt de bankoverval. Ik hoop dat jullie die heel interessant gaan vinden, want ik weet dat dat echt amazing wordt. Ik ren in ieder geval heel even weg. En dan ga ik hier even op een bankje zitten, zo. Hoppakee, en dan sluiten we hem hier af. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Het was heel spannend, het was heel gekkigheid. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik in ieder geval, dankjewel, Edo. Edo is Eduard overigens, die als jullie het afvragen. En die is dus de gek die zich overgaf en zo. Ik heb nu problemen met de familie Hunt. Jemig, wat een gezeik allemaal. En dan spreken wij elkaar in de volgende video. Spreek je later, graag. Tot de volgende video.